Een van de meest dramatische gebeurtenissen in Tiel gedurende de Tweede Wereldoorlog was het oppakken na verraad van een groep verzetsmensen in augustus 1942. In deze documentaire reconstrueren wij de gebeurtenissen en laten u kennis maken met een groep verzetsmensen die zich daadwerkelijk verzetten tegen onrecht en onderdrukking. In 1939 vallen Hitlers troepen Polen binnen. De Tweede Wereldoorlog is begonnen. De Nederlandse regering besluit te mobiliseren. Het helpt echter weinig en als op 10 mei 1940 de Duitsers Nederland binnenvallen, duurt de tegenstand slechts 5 dagen. Wat volgt is een 5 jaar durende periode van onderdrukking, terreur en ellende. Vrij snel na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ontstond in Tiel een verzetsgroep rond Gerrit-Jan Laagwater. Hij had een ijsfabriek en een brandstoffenhandel aan de Tweede Achterstraat in Tiel. De groep bracht wapens bij elkaar en verspreidde illegale publicaties. Gerrit-Jan Laagwater was fel anti-Duits, maar ook heel onvoorzichtig. Zo bevestigde hij aan zijn fabriek een bord waarop stond streng verboden voor NSB'ers. Naast de groep van Laagwater kwam er begin 1941 een tweede verzetsgroep in Tiel. Een afdeling van de landelijk opererende ordendienst. Deze ordendienst stond in Tiel onder leiding van districtscommandant A. Hebli. Die was onderwijzer in Varik, maar woonde sinds januari 1940 op de Konijnenwal in Tiel. De groep kende ook een zogenaamd civiel commissaris. Dat werd W.M. Kolf, de burgemeester van Deil. Op 1 september 1941 wordt commandant Hebli gearresteerd. Vermoedelijk is er verraad in het spel. Later zal hij omkomen in een concentratiekamp. De nieuwe commandant van de ordendienst wordt Eef Grizel. Hij werkte bij de PGM en zijn vader woonde hier aan de binnenweg op nummer 11. Eef Grizel krijgt het commando over Tiel en de randgemeenten. De ordendienst van Grizel won aan kracht toen de groep Laagwater besloot zich aan te sluiten. De harde kern bestond uit de Club van 12, gevormd door pontbaas Hendrikus Blijdenstein, die woonde in Wamel, Dirk Botterweg, kruidenierszoon uit de Waterstraat, de oud-militair G. Graven, P.T. Hoekstra, bankmedewerker en wonende in de Agnietenstraat, Vincent van Hesteren, die thuis bij zijn ouders aan de Grote Beursche Grindweg woont, C. de Klein, machinist bij het gemeentelijke slachthuis en wonend in de Ooistraat, bakker J. van Veenendaal van de Medelse Straat, landbouwer Petersen van de Adamshof, H. Schoots, J.H. Sieraad, boekhouder van maatschappelijk hulpbetoon, een voorloper van de sociale dienst, D. van Maurik en Gerrit-Jan Laagwater. Ieder verzamelde medewerkers om zich heen en zo groeide de groep helpers tot circa 300 personen. Ondertussen deden zich allerlei gebeurtenissen voor die de Duitsers opmerkzaam maakten op Tiel. Commandant Eef Grizel had via de Deilse burgemeester Kolf contacten met de Rotterdamse geestelijke kloeg. Deze had een hulplijn opgezet voor gestrande piloten richting de Frans-Spaanse grens. Toen op deze grens enkele helpers werden opgepakt, leidde het spoor ook naar Tiel. Ook een ander voorval deed de Duitsers de blik richten op Tiel. Op 8 augustus 1942 werd burgemeester Kolf gearresteerd. De Duitsers hadden namelijk een koerier in handen gekregen die documenten moest afleveren waarin Kolf verslag deed van illegale werkzaamheden. Hierdoor leidde het spoor weer naar Tiel. Kolf zou later sterven in een concentratiekamp. De Duitsers besluiten een verrader in te zetten en schuiven daartoe Johnny den Droog naar voren. Hij zat in de rijwielhandel in de Rijnstraat hier in Arnhem. Aanvankelijk stond hij aan de kant van het verzet, maar hij wordt gegrepen. Hij komt echter los omdat hij als vouwman, als verrader, gaat werken voor de Duitsers. En zo raakt hij in maart 1942 betrokken bij een grote spionagezaak die later het Englandspiel zou gaan heten. Zijn naam verschijnt in de zogenaamde signalementsbladen van het verzet. Het was oppassen voor deze man, die bovendien ook nog een eerste klas scherpschutter was. Uitgerekend deze geslepen verrader weet in het Tielse verzet te infiltreren. Hij vertelt dat hij per parachute is geland op de Veluwe. Bovendien toont hij een medaille om het vertrouwen van de groep te winnen. Johnny zegt aan de modernste wapens te kunnen komen, maar dan moeten ze hem wel vertrouwen. De truc werkt en de Tielenaren overhandigen hem een lijst met 300 namen van medewerkers. Enkele jongeren willen actie, maar anderen, onder wie Hoekstra, zijn voorzichtiger. Op 26 augustus 1942 klapt de val dicht.
Enige leden van het verzet zijn bij elkaar gekomen in de woning van bakker Johannes van Veenendaal aan de Medelse straat. De vrouw des huizes is zojuist bezig een kopje koffie in te schenken als buiten een auto stopt en enkele agenten van de Duitse Sicherheitspolizei uitstappen. Dankjewel. Dankjewel hoor. Lekker. Hen hoog, tegen die wand. Snel, tegen die wand. Allen tegen die wand. Hier is de verreter. Hier is het. Afvuren, drugslijn. Nee. Hier is de tijd. Niet alle kopstukken van het Tielse verzet worden die avond gearresteerd. Hoekstra vertrouwde de zaak niet en was gaan vissen in de Waal. Pas laat keert hij terug naar zijn huis in de Agnietenstraat, waar hij echter meteen wordt opgepakt. Ook gaat de SD langs bij het huis van Sieraad in de Dr. Kuiperstraat. Ze zijn op zoek naar wapens, maar vinden die niet. Toch waren ze er wel, maar lagen verstopt in het huisorgel. Botterweg en Laagwater worden later opgepakt in een Amsterdams hotel. Uiteindelijk worden 17 Tielse verzetsmensen gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis in Arnhem voor verhoor. Enkele komen daarna vrij, maar anderen gaan op transport naar kamp Amersfoort, waar een onmenselijk regime heerst. Januari 1943 gaat het weer verder naar een volgend kamp, namelijk kamp Vught. Voor 5 verzetsmensen kent het verraad een fatale afloop. 4 van hen worden op 10 september 1943 gefusilleerd. Onder hen ook pontbaas Hendrikus van Blijdenstein, naar wie deze pont is vernoemd. Ronduit indrukwekkend en ontroerend is zijn afscheidsbrief. Hij schrijft erin onder andere: Heden schat, moet ik u het droevige nieuws mededelen dat wij vanmorgen om 8 uur worden doodgeschoten. Lieve schat, dat is voor u een harde slag. Maar troost uw vrouw, het is Gods wil. Ik ga sterven in een vol Gods vertrouwen, dat ik heb gedaan wat ik moest doen. Als ik in den hemel ben, schat, zal ik veel voor jullie bidden. Op dezelfde 10 december 1943 executeren de Duitsers nog 3 andere Tielenaren. Vincent van Hesteren, Johannes van Veenendaal en Gerrit-Jan Laagwater. Dirk Botterweg wordt op 11 april 1945, slechts enkele weken voor de bevrijding, in Zijpen doodgeschoten langs het Noord-Hollands kanaal. Sieraad is ziek achtergebleven in kamp Vught, waar hij een tekening maakt van zijn cel. En uit ribkarton een schaakspel en een kalender. Uiteindelijk brengt de bezetter hem naar Utrecht, naar Fort de Bilt, waar hij belandt in de beruchte dodenbunker. Hier moesten de gevangenen zelf voor hun lucht zorgen door te slingeren aan een apparaat. Begin september 1944 maakt een kogel het einde aan zijn leven. Zijn lichaam of zijn asurn zijn nooit teruggevonden. Op 4 mei herdenken we onze doden. Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Een vrijheid waaraan sommigen actief hebben bijgedragen en die bovendien bereid bleken daarvoor de hoogste prijs te betalen.